Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op donderdag 26 oktober. Ja, we zien op de weerkaarten lage drukgebieden in het oosten van Europa en geleidelijk aan een hoge drukgebied dat gaat opbouwen boven de oceaan in het westen van Europa. En tussen deze beide systemen krijgen wij te maken met een noordwestelijke stroming, die vooral in het weekend stevig is. Op zondag kan er zelfs in het warde gebied een stormachtige wind komen te staan. Met die noordwestelijke stroming komt ook langzaam zeker koudere lucht onze kant op. En dat betekent dat de maxima de komende dagen lager gaan uitkomen. Want vandaag is het opnieuw bijzonder zacht. Het is weliswaar op veel plaatsen bewolkt, maar hier en daar schijnt ook de zon, met name in het midden en zuiden. En de temperatuur die is vanmiddag opgelopen naar zo'n 15 tot 17 graden. En daarmee leven we ruim boven onze stand normaal. In deze tijd is het een graad of 13. Maar vandaag dus die 15 tot 17 graden. Maar ik gaf het al aan, de wind die gaat draaien de komende dagen. En dat betekent ook dat we met lagere maxima te maken gaan krijgen. Vanavond zijn er vrij veel wolkenvelden en kan er hier en daar ook weer een spatje regen vallen, met name in het zuiden en in het noorden van het land. De temperatuur ligt vanavond tussen de 12 en de 14 graden en er staat een matige wind uit westelijke richtingen. Vannacht draait de wind naar het noordwesten. De temperatuur daalt dan naar zo'n 9 tot 13 graden. Er kan een enkele bui vallen, met name in het noorden van het land en in het zuiden is zelfs een opklaring mogelijk en kan er ook nog een enkele misbank ontstaan. Morgen dan hebben we te maken met wolkenvelden, zonson en een paar buien. Smiddags dus wordt het 13 tot 15 graden en er waait een matige noordwestenwind. Aan zee zal de wind uh, geleidelijk aan wel wat toe gaan nemen. Dan wordt die vrij krachtig of krachtig. Dat is windkracht 5 tot 6. En die noordwestelijke stroming die wordt steeds sterker en dat zien we dan ook in het weekend. Zaterdag neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het op sommige plaatsen enige tijd regenen. En de temperatuur ligt dan tussen de 12 en de 14 graden. En zondag wordt het hooguit 11 tot 13 graden. Dan is er wel weer wat meer zon, maar vallen er ook een paar buien. En wat verder opvalt, dat is de wind, want die gaat stevig waaien. Er komt een vrij krachtige tot harde wind te staan uit het westen of noordwesten. En met name in het warre gebied kan de wind ook stormachtig worden, windkracht 8, en zijn er zware windstoten mogelijk. Maandag minder wind, maar het blijft wel aan de frisse kant. En ook de kans op een paar buien blijft bestaan. Maximaal liggen maandag waarschijnlijk rond de 10 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.